er is heel weinig tijd voor zelfreflectie eigenlijk. Dus ik zou eigenlijk gewoon soms moeten zeggen, en nu even niet. Of dat heb ik deze zomer wel gedaan. Ben ik een maand naar India geweest en dat was fantastisch. Omdat eens dat die een bal begint te rollen, stopt dat niet of zoiets. En dat gaat maar door en je kunt niet nadenken en je kunt niet bezinnen. En dat is soms moeilijk. Allee, of dat is soms heel stressvol. Je denkt, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gedaan en wat ben ik aan het doen en wat wil ik doen en wat wil ik zijn? En dat daar heel weinig tijd voor is om daarover na te denken. Alleen niet dat ik een carrièreplan wil uitstippelen of zo, hè, maar dat het fijn zou zijn om wat meer tijd te hebben om na te denken over wat ik allemaal doe en wat ik nog wil doen. Ja. Wat is met uw chakra? Mijn chakra? Welk? Mijn buik of mijn hoofd of mijn keelchakra? Ik ben niet naar India gegaan voor de yoga. Hè. Of is daar dat je op doet of niet? Zoiets, ja. Kijk, ik weet daar niks van. Ah, ja. India en chakra, dat zal wel. Nee. Het is niet. Allee, ja. Natuurlijk, als je naar India gaat, dan komt die spirituele kant daar wel van bij. Maar het is niet daarom dat ik daarheen ben geweest. Ik wou vooral weg, heel ver. En niks mee hebben.